De ophef over onze privacy, die toch zo makkelijk door overheden geschonden lijkt te worden, laat zien hoe actueel de discussie over de beperking van macht van overheid iedere dag nog is. Dat is een van de hoofdonderwerpen waar ik me 10 jaar geleden mee bezig hield. Hoe je in het digitale tijdperk, die aloude grondwetsartikelen 7, 10 en 13, briefgeheim, privacy en de uitingsvrijheid, misschien voor nieuwe vragen zou komen te staan. Maar ook die discussie nu, dat we in de strijd tegen het terrorisme soms grenzen dreigen over te gaan, is natuurlijk niet nieuw. Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens refereerde daar mooi aan in 1978. In een van mijn lievelingszaken, Clause v. Germany, toen een advocaat werd afgeluisterd. Het Hof overweegt daar: the court being aware of the danger such a law poses of undermining or even destroying democracy on the ground of defending it, affirms that the contracting states may not, in the name of struggle against espionage and terrorism, adopt whatever measures they deem appropriate. Met andere woorden, het is niet de bedoeling de rechtsstaat zo te verdedigen dat het in feite een ondermijning is. Er zijn ook landen waar de grondwet een stuk papier is, zonder dat het leidt tot een rechtsstaat. In het essay van Hirschballin wordt daar ook over gerept, met als lichtend voorbeeld Syrië. Een dijk van een grondwet, maar een politieke werkelijkheid die daar werkelijk haaks op staat. Dus zo'n papier, zo'n tekst is niet voldoende. Dat is niet waar we het van kunnen hebben. Er is meer nodig. Een rechtsstaat krijgt en behoudt betekenis op het moment dat hij daadwerkelijk garanties biedt. En niet alleen garanties als het uitkomt. En de voornaamste garantie zit nog altijd in de beteugeling van de overheid zelf, van de staatsmacht. De mogelijkheid om je gelijk ook tegenover de overheid te bevechten bij een onafhankelijke rechter. En de wetenschap dat een aantal kernwaarden leidend zijn in het handelen van de overheid jegens haar burgers. De rechtsstaat krijgt, maar ook behoudt betekenis als hij doorleefd is. Als we het belang daarvan en de betekenis beseffen en als we dat doorgeven aan telkens nieuwe generaties, aan nieuwe burgers. En dat gaat dus niet vanzelf. De rechtsstaat en ons land zijn in verandering. En toch biedt juist die rechtsstaat garanties ten tijde van verandering. De garantie dat de meerderheid zijn wil niet oplegt aan de minderheid. En de garantie dat je beschermd wordt tegen het recht van de sterkste. En in mijn ogen biedt de rechtsstaat niet alleen die garantie, maar ook uiteindelijk een voorschrift, een spoorboekje voor hoe je met verschillen kunt omgaan. De vanzelfsprekendheid van die garanties kan wel onder druk komen te staan, juist door die verandering. Weliswaar denken sommigen dat het gevaar van onze rechtsstaat eruit ziet, prettig herkenbaar, als een terrorist die met een bomvest het Binnenhof opstormt. Of als de definitieve invoering van de sharia in onze volkswijken. Anderen denken aan politici die al te licht roepen dat rechters ontslagen moeten worden als ze voor hen onwelgevallige beslissingen nemen. Die morrelen aan fundamentele zaken als scheiding der machten, omdat dat op dat moment opportun is. Maar hoewel dat begrijpelijke en zelfs reële zorgen kunnen zijn, is in mijn ogen de grootste bedreiging het wegkijken. De houding van: wat een ongemakkelijke discussie, kunnen we daar nu niet over ophouden? Denk aan Zwarte Piet. Ervan uitgaande dat iedereen het wel weet en de spelregels kent. We hebben immers een grondwet en rechters, dat hebben we hier toch wel uitgesorteerd in Nederland. Wat willen we nou nog meer? Wel nu, ik wil meer. Ik wil niet een rechtsstaat op papier of een rechtsstaat voor sommigen, maar een rechtsstaat in de praktijk. Die geladen is met inhoudelijke waarde, want een regel krijgt toepassing, krijgt betekenis in toepassing. Maar ook een rechtsstaat als procesafspraak. Een manier om waarde in de praktijk te brengen. Waarbij misschien niet altijd de uitkomst vaststaat, kan worden voorgeschreven, maar waarbij we allemaal wel weten dat er een eerlijke manier is om een vraag beantwoord te krijgen. We hebben ons hele land volgehangen met borden om elkaar wegwijs te maken. Snelheidsborden wisselen ook echt per kilometer. Dat komt door ons beleid. Maar we laten niet naar mensen erop te wijzen. Minutieus word je op de hoogte gehouden van de telkens verspringende snelheid. Maar ook hier vlakbij in het Vondelpark hangen kolossale, indrukwekkende borden over wat wel mag en wat niet mag. En daar kun je interessante interpretaties lezen over de zeden van onze tijd. Tanga mag wel, topless mag niet. En als u me niet gelooft, gaat u er maar kijken. Ik weet dat mensen in dit seizoen de aanvechting kunnen bedwingen, maar die borden die hangen er en die worden gebruikt. Al die borden, al die bewegwijzering, maar onze grondrechten,
de ruggengraat van onze democratische rechtsstaat, onze grondwet. Die veronderstellen we bekend. Met een vanzelfsprekendheid dat we het overbodig vinden erin te onderrichten. En er nieuwe inwoners van op de hoogte te stellen. En als we het doen, doen we het soms op zo'n achterloze wijze dat wel de rechten of niet de plichten begrepen worden. Of andersom. De burgemeester van Rotterdam, Ahmed Abu Taleb, benadrukt het belang daarvan in mijn ogen op een prachtige manier. Bij de naturalisatieceremonie in zijn stad spreekt hij altijd de volgende woorden. Fijn dat u Nederlander bent geworden. Welkom. U kunt volgende week uw paspoort ophalen. Maar pas op. Het mag niet alleen een reisdocument zijn. Wanneer u uw paspoort ophaalt, sluit u een contract met Nederland. De verdediging van de Nederlandse grondwet en kernwaarden is dan ook uw taak. Een paspoort verplicht je daartoe. En ik denk dat nieuwkomers behoefte hebben aan het expliciet maken van hoe we met elkaar omgaan, van de waarden die er zijn. Omdat ze anders impliciet wel merken dat ze er niet bij horen. En juist omdat het niet zo lang geleden is dat we er zelf voor hebben gestreden, mogen we verworvenheden niet zomaar relativeren of weggooien. In het voorjaar heb ik bij het schrijven over integratie aangekondigd met een participatiecontract te komen. En dat is een poging om daar een bijdrage aan te leveren. Het is niet, zeg ik met nadruk, de overheid die waarde oplegt aan minderheden. Ik vind het de rol van de overheid om mensen wegwijs te maken in de rechtsstaat. En expliciet te zijn over wat een rechtsstaat in 2013 behelst. En tegelijk moeten we ook ruimte maken aan nieuwe, misschien nog onbekende verworvenheden. Omdat sommige van onze voorvaderen een eeuw geleden of twee een ongemakkelijke vraag begonnen te stellen. Waarom mogen vrouwen eigenlijk niet stemmen? Waarom mogen homoparen eigenlijk niet trouwen? Ook wij zullen ongemakkelijke vragen moeten blijven stellen. En als die waarom-vraag geen goed antwoord meer krijgt, als het antwoord geen kind meer overtuigt, dan zijn we weer toe aan een nieuwe fase in onze rechtsstaat. Zo houden we de rechtsstaat in leven, zo blijft zij van waarde, door niet weg te kijken, maar confrontatie aan te gaan, door expliciet te zijn over rechten en plichten, en door vooral, boven alles, door zelf te blijven nadenken. Mijn naam is Lucella Carasso. Komend uur ben ik uw gastvrouw hier bij dit debat over de grondrechten van de illegalen. Een zeer actueel onderwerp natuurlijk. Een kilometer of twee hier verderop verblijft al enige tijd nu een groep van rond de 180 mensen die niet in Nederland mogen blijven. Ze zitten nu in een kantoor van een Duits pensioenfonds. Nou, het komend uur gaat het natuurlijk niet alleen over deze groep hier in Amsterdam, maar het is wel een illustratie, een concreet voorbeeld van hoe de staat worstelt met het probleem van mensen die hier zijn, niet mogen zijn. Waar hebben ze recht op, waar hebben ze niet recht op? Wat zegt de grondwet daarover? Wat zeggen de Europese verdragen daarover? En wat telt daarin? Neem bijvoorbeeld het op straat zetten van kinderen. Dat hoort niet. Kinderen kunnen sowieso niets doen aan de keuzes die hun ouders of die de staat maken. Dat lijkt vrij evident. Maar toch moesten wij als kantoor samen met de organisatie Defence for Children ruim 3 jaar procederen en hadden we een Europees comité en de Hoge Raad nodig om tegen de staat te zeggen, kindjes mag je niet op straat zetten. Nou, en onlangs moesten we met ons kantoor met de Protestantse Kerk naar het Europees comité om aan Nederland te vertellen dat het niet mag om in een rijk land mensen te laten overleven zonder voedsel, kleding en opvang. Dat het bizar is dat mijn Nigeriaanse cliënt in de gevangenis wel te eten krijgt, maar dat als hij op straat moet leven, hij volledig aan zijn lot wordt overgelaten en niet eens het recht heeft op een nacht in de dakloze opvang of op een boterham. Nou, het comité gaf ons inderdaad in die zaak op 25 oktober gelijk. Dus om de vraag te beantwoorden dus, in hoeverre kunnen illegalen aanspraak maken op dezelfde grondrechten als die Nederlandse burgers hebben? Nou ja, vanuit mensenrechtenperspectief is geen mens illegaal. Hebben alle mensen het recht om als mens behandeld te worden? En laten we daar nou eens even mee beginnen. En met het beschaafd omgaan met ongedocumenteerden, met mensen. En dan kunnen we het daarna nog wel eens een keer hebben over een heleboel andere rechten uit de grondrecht, zoals bijvoorbeeld het kiesrecht. Het fundamentele verschil zit hem denk ik in de interpretatie van de grondwet, van wat de grondwet beoogt te zijn. We hebben de interpretatie van Jelle Klaas toen net gehoord, plaatst tegenover de eenvoudige toepassing van het recht, het idee van de rechtvaardigheid, van de natuurrechtelijke normen, waaraan een rechtsstelsel ook zou moeten voldoen.
En dat is een legitieme benadering van denken over grondwet en grondrechten. Het is niet de mijne. Mijn benadering is dat de grondwet vooral de heerschappij van het recht moet belichamen. En dat die heerschappij ons moet beschermen tegen willekeur, tegen emotie, tegen factoren die in het politieke besluitvormingsproces misschien wel een rol van betekenis spelen, maar die niet altijd tot de best mogelijke besluiten leiden. Dat betekent bijvoorbeeld dat hij geneigd is om niet het woord illegaal te gebruiken als hij het over ongedocumenteerden heeft. Terwijl ik gewoon op basis van de toepassing van de wet geneigd ben om dat wel te gebruiken. Het lijkt erop dat we aannemen dat de grondrechten die in de grondwet vastliggen niet in dezelfde mate worden toegekend aan illegalen als aan Nederlanders. Natuurlijk zijn juristen verschrikkelijk goed in woordenspelletjes. En je kunt natuurlijk best een redenering ophangen dat mensen die niet officieel toestemming hebben gekregen om in Nederland te zijn, illegalen dus, zich niet echt officieel in Nederland bevinden. En in zo'n redenering is dat artikel 1 van de grondwet natuurlijk niet van toepassing. En zelfs als we artikel 1 van de grondwet wel zouden toepassen op illegalen, dan zouden we nog steeds heel gemakkelijk kunnen volhouden dat illegalen zich in een bijzondere situatie bevinden. En dat artikel 1 zegt alleen maar dat je mensen die zich in een gelijke situatie gelijk moet behandelen. Dus je kunt bijzondere gevallen best anders behandelen. Het soort grondrechten dat voor illegalen telt, dat zijn grondrechten die in onze grondwet helemaal niet eens zijn vastgelegd. Illegalen hebben bijvoorbeeld groot belang bij een eerlijk proces. Ze willen worden bijgestaan door een advocaat. Maar die rechten staan niet in de Nederlandse grondwet. Of illegalen zijn bang dat ze worden gemarteld of gedood op het moment dat ze worden uitgezet naar het land waar ze vandaan kwamen. Maar een verbod op uitzetting bij dreigend risico van foltering of overlijden, dat staat ook niet in onze grondwet. En belangrijke grondrechten zoals die op onderdak of een bestaansminimum, die staan dan wel in onze grondwet, maar eigenlijk alleen maar als een soort vage inspanningsverplichtingen voor de overheid. Kortom, het lijkt er hard op dat onze grondwet illegale niet zo verschrikkelijk veel te bieden heeft. Ik denk dat het belangrijk is dat politici zich bewust worden van het belang van die meer rechtsstatelijke context. En dat begint al met het beseffen dat er meer is dan alleen die grondwet en de keuze die onze wetgever toevallig maakt op een bepaald moment. Ik denk dat we een omslag in het denken over dit onderwerp nodig hebben. Denken in termen van rechtsstaat en constitutie, in plaats van alleen maar een denken in termen van de wil van de meerderheid en de grondwet die telt. Reading your book, you might conclude that to be a moral man and an effective politician is almost impossible. And actually, you wrote an article that was published yesterday about on Machiavelli, and you say politicians shouldn't care about the state of their souls. I pushed that pretty far, didn't I? Yes. You did. I've always been hostile in my life to a certain kind of moral perfectionism. That is, if politicians can't be saints, then they're all sinners. If we start thinking like that, nobody's ever going to go into politics. What you want a politician to do is figure out how we get this done. You know, the politicians I admire in my own country, for example, and this is a story I can tell because I wasn't there, this is about the previous crew. My government passed gay marriage in 2004. A bunch of average Canadians, parliamentarians, showed up one day. Many of them came from deeply religious families that had difficulty with gay marriage. Many came from cultural communities and religious traditions that had big trouble with gay marriage. They voted for gay marriage. And the consequence is thousands and thousands of my fellow citizens will lead better lives. Mm-hmm. That's what politics is about. That's what they did. And life is better because of that. Mm-hmm.
And it was done with a whole set of deals and arm twisting. And what Bismarck said is right. You don't want to see the sausage being made. But it got made.